Mijn naam is Raymond Sjaar. Ik ben chef-kok en werkzaam op Curaçao. En, ik ben 49 jaar oud en sinds 20 jaar ben ik op het eiland. Ik vind Curaçao een mooi eiland. Het is vaak mooi weer, eigenlijk altijd. De mensen zijn leuk. Er is altijd iets te doen. En het is lekker ontspannen. Ik ben chef-kok geworden omdat ik het vak leuk vind. Het omgaan met mensen. Je leert iedere dag iets. En het is, in ons kokvak is het nooit altijd hetzelfde. Iedere dag is anders. En ja, net wat ik zeg, het is altijd divers en leuk. En daarom ben ik chef-kok geworden. Ik ben het restaurant begonnen omdat ik op een gegeven moment voor mezelf wilde beginnen. Na zoveel jaren in restaurants gewerkt te hebben voor andere mensen. En het leek mij een uitdaging om als eigen ondernemer een bedrijf te starten op Curaçao. In de hospitality business. En dat is mij uiteindelijk gelukt. Mijn restaurant onderscheidt zich met name doordat ik een hele leuke samengestelde kaarten die uit Caribische gerechten bestaat, maar met een moderne twist, zeg maar. Ik zie de klanten, de gasten het liefst naar mij toekomen omdat we een hele gezellige, cozy sfeer hebben in het restaurant. Het is een heel mooi monumentaal oud pand van 250 jaar oud, wat mooi is gerenoveerd. En de sfeer is leuk. De ambiance is leuk, we hebben bepaalde zitjes en hoekjes. Je kunt een beetje loungen als het moet. Je kunt lekker in een nisje zitten. Je kunt aan de bar zitten. En je kunt natuurlijk buiten zitten en dat maakt het restaurant zo uniek. Ik vind het leuk om als private chef te werken omdat ik dan totaal andere mensen tegenkom die ik normaal in het restaurant niet zou tegenkomen, althans niet zo vaak. En die mensen die zijn meestal in een goede stemming, een vrolijke vakantiestemming. En het is totaal wat anders, wat ik net zeg, als in een restaurant. De gezelschappen zijn vaak wat kleiner. En de mensen zijn altijd vrolijk. Ik kook het liefst uit de, zoals ik het noem, freestylen. We hebben een hele uitgebreide menukaart. Dat bestaat uit een etagère met diverse hapjes, maar je kunt ook à la carte plate service nemen. Maar het liefst hebben de gasten dat ik zelf wat verzin voor hun. En dat is eigenlijk wel mijn specialiteit. Dus ik duik de keuken in en ik freestyle een beetje, zoals we dat noemen. Dus ik maak wat gerechten en dan kunnen mensen samen een beetje delen. Zoals ik de gasten bedien op locatie is heel persoonlijk ook weer. Ik ga altijd op pad met een waiter, een waitress. En die zorgen ervoor dat de tafel netjes gedekt is, dat de glazen er staan, het bestek, de napkins, de wijnen, de waters, noem het maar op. En ik ben in de keuken ondertussen bezig en we lopen vaak samen de gerechten uit. En dat geeft altijd wel een leuke stemming. Tegen mijn gasten die bij Chéré komen eten, zou ik willen zeggen, de deur staat altijd open, 6 dagen per week. We hebben een leuke kaart, een unieke kaart, een mooie plek en in een bepaalde ambiance. En de bediening is heel persoonlijk en heel gemoedelijk en daarom moet je naar Chéré komen.